Dit is Ilfi Nilfi. Hey, podcastluisteraar. Laat mij je vertellen waarom je bij Achmea wil werken. Bij ons maak je flink wat impact. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat je apps bouwt die mobielvrij fietsen en autorijden stimuleren. Maar ook dat je aan innovaties werkt die Nederlanders motiveren om aan de slag te gaan met hun gezondheid. Lijkt je dit wat? Kom werken bij Agmea. Of een van onze merken, zoals Centraal Beheer, Zilveren Kruis of Interpolis. Check werkenbijagmea.nl. Ik ben toch nooit leuk genoeg. Mensen vinden mij alleen maar ijdel. En al mijn exen kijken ook nog eens mee. Vandaag gaan we het hebben over de allereerste keer social media. Mijn naam is Marco Dreyer. En mijn naam is Niel Nisteling. En vandaag gaan we het hebben over social media. Lekker social. Lekker social. Wat is social media? Wat waren de eerste? Waar zijn we nu? Ja, waar staan we in het hele spectrum van social media? Is Tinder eigenlijk ook social media? Nee, vind ik een dating app. Dat is wat anders. Maar je kletst wel. Ja, maar, ja, maar vind je een dating app? Vindt... Is dating app geen social media? Ja, het is een app of het is een media waar je sociaal doet. Dus, maar ja. ik heb zoveel wat Tinder te zeggen, dan maken we een aparte aflevering Nee, zeker. Van. Want, ja. ja, 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 zeker. Dat is, daar gaan we het niet nu over nee, hebben. Nee, echt verwondingen ben ik opgelopen N via Tinder. Het is echt, echt oh, ja, geschaafd ja. knieën, maar daar hebben we het nog over. Nee, nou, ja, oké. Okay. Um, nee, ja. dat vind ik wel wat anders. Ja. Dus, maar we ga, de, um, eerst kleine dingen, kleine nieuwe ja, dingen. Ja, wat heb jij gedaan uh, deze week? Ik, ik heb in een Airbnb geslaapd voor het eerst. Jij doet... Dingen voor het eerst waarvan ik denk: hoe? Ja. Heb je dit ja, nog, nog nooit. nooit gedaan? Met de trein op vakantie. Ja, nou, dit was dus met de trein op vakantie naar een Airbnb. Ja, is... Oké, okay. en hoe was het? Want het is altijd kloten ingericht. Nou, dit was dus ook voor mij wat ik dacht. Dus ik had het ook niet geboekt. En toen dacht ik: oké, okay, prima. En toen bleek dus dat wij twee kamers hadden in een appartement. Maar die andere, er waren nog meer kamers. En daar waren nog wel mensen. Oh, dan moest je douchen met mensen die je niet kende. Oh. rooster. Nee, dat niet. Maar ik dacht, ja, ik, ik dacht gewoon al. We hebben een, iemand, weet je wel, prima. En toen bleken dus die mensen er nog te zijn. Dus vond ik heel, oh ja. Ja, dus ik, ik vind het idee van Airbnb leuk. Maar ik wil wel dat die mensen weg zijn. Want nu vond ik het heel, ja, ik, bedoel, ik ben best sociaal. Maar ik wil niet in iemands huis zijn als diegenen er nog zijn of zo. Nee, maar dat gebeurt dus heel vaak bij. Airbnb. Dat ze er nog wel zijn. Ja. Ja, ik dacht dus dat ze sowieso er niet waren of zo. Jol, er zit bij, bij mij in de straat is een Airbnb en dan moet je dus de badkamer delen met de, met de eigenaar van het pand. Dus dan moet je ochtends gaan afspreken of de avond te wie er eerst ochtends gaat douchen. Gewoon met degene aan wie je ook de factuur overmaakt. Ja ja. Het is ook niks voor mij. Nee, dus ik weet gewoon niet zo goed of ik dit ooit nog zou doen als, als het niet dit de budgettaire enige optie is. Maar dan nou moet ik zeggen, ik vind Airbnb niet per se goedkoper dan een klein hotelletje of zo. Nou, waar wij waren was het wel zo. Oh, ja. Maar ja, ja. Het is ook wel. Leuk soms, toch? Voor de ervaring. Ja, jij weet dat je hebt het pas één keer gedaan. Maar ik zit dus zo <laughs> vaak ergens waar het zo lelijk is ingericht. Dat ik denk, nou, ik maak hier een foto van. En dit gebruik ik nog wel. Want ik werk als beeldend kunstenaar. Dit gebruik ik nog wel een keer ergens. Ja, maar jij, jij boekt af en toe ook dingen om dit te ervaren. Zeker. Ik wil het zeggen. Dit ja, is niet, ja, ja, Jij komt niet overal. Oh, ziet het er zo uit. Nee. Ja, ik ga dus heel graag op patat-expeditie. Patat dus dat je gewoon naar, naar snackbarren gaat en naar, naar, naar echt fluthotels of zo. Ja, maar dat ik vind dat ook heerlijk. Wel nou, dan gaan we volgende keer samen naar een Airbnb. Ja, maar dan moeten we wel allebei een andere kamer. Want ik moet natuurlijk enorm snurken. Daar moet minimaal 14 meter tussen zitten. Ja, ik doe oordoppen in. Ik denk dat het wel goed komt. Ja? Zeker. Okay. Ja. Wat was jouw klein ding? Nou, ik heb dus mijn kledingkast gehalveerd. Ja, je kledingkamer. Ja, maar. Ja, maar je moet, ik vind dat je het goed moet uitleggen. Je hebt een kamer met kleding. Ja, maar dat klinkt zo elitair. Ja, maar je hebt het toch? Ja, maar het is wel, er zit een deur in, dus het is een kast. Het is een inloopkast. Inloopkamer. Ik. Mignon heeft een kledingkamer, mensen. Nou, beschrijf jij me hoe het eruit ziet dan? Want jij weet blijkbaar beter dan ik allemaal. een kledingkamer met al die rekken erin. Ja. Rondom de muren, zeg maar. Ja, dat ja, is jouw, dus, een winkeltje. Ja, daarom. Dus <laughs> hou dat toch eens op. Je mij gewoon... Ik weet nog precies hoe je... Ik ben nog nooit weer thuis geweest, maar ik weet precies hoe het eruit ziet. Ja, het is dus een kamer. <laughs> in jouw grachtenpand. In mijn grachtenpand in Dordrecht. helemaal vol met kleren. Maar ook zelfgemaakte hoeden, kostuums, duikpakken, um, schoenen. Ik, Wat is jouw meest gekke outfit die er hangt? Um, ja de god zo'n heel strak panter catsooit met een open kruis bijvoorbeeld ja ik weet ook niet hoe ik er soms krijg ik ook dingen van mensen ik weet maar dit god, heb je gekregen of dit was een Nee, aankoop. dit heb ik toevallig gekocht maar soms krijg ik ook dingen oh, van okay. mensen nee ik wil even gewoon specifiek <laughs> weten waar dit zo liep drie deerndols en wat deerndols van die Duitse uh, oh yeah, ja ja yeah. ja yeah. ja nou ja het, en er moest gewoon heel veel weg en ik heb dus bedacht dat ik het zes weken niet gedragen heb dan moet het weg dus de, um, kri de kringloop de... van Dordrecht heeft nu allemaal panterpakken met open kruis. <laughs> maar ho hoe kwam dit gevoel opeens naar boven? Ik heb een heel apart gevoel. Ja, omdat, omdat ik. Ja, ik heb dus best wel veel kleren, omdat ik... Um, nou, vroeger werkte ik als fotograaf en deed ik heel veel styling ook zelf. Uh, ik had heel vaak feestjes. En door corona had ik gewoon eigenlijk wat minder feestjes. En ik, ik, denk, en ik zat dan thuis tussen mijn spullen en ik denk, van een hoop spullen. Dan ga ik wat aan doen. Dus toen ben ik gewoon gaan denken, oké, okay, heel kritisch. Wat draag ik? Ik ben een beetje van maat veranderd. Dus ja, ja heb ik het nog nodig of niet? En um, ja, ik ben het gewoon weg gaan geven, weg gaan doen. En het voelt heerlijk. Ik moet nu wel gaan uitkijken dat ik niet te ver doorschiet. Ja, ik kan heel erg maar aan. Ik ben ook tijdens corona begonnen... Ik ik heb ook een enorme soort kleding obsessie. Ook na tien jaar kledingwinkels. Ja, dat is gewoon... Ja, ik ben alles via Vinted gaan verkopen. Maar ik... Uh, ja. ja, dat haat ik. Ja? Ik haat het. Ja, ik vind vintage. het heerlijk. Aanfoto? Vraagteken. Oh, Vrienden, mijn... Het kost drie euro. Doe normaal. Bij mij is alles een aanfoto. Letterlijk. Dus oh, ik heb van al tip. die 8000 dingen heb ik aanfoto's gemaakt. Ik toen toch niks tijdens corona. Ik denk dat ik gewoon een keer met een fles wijn in de woonkamer moet gaan staan en zo'n staande spiegel moet kopen en dan gewoon lenen. Want anders zit ik weer met zo'n spiegel waar ik weer vanaf moet. En dat ik gewoon alles inderdaad een dagje gewoon. Uh... Mag ik iets vertellen? We gaan het nog een keer over vinden? Mag ik één korte anekdote doen al. Nou. Iemand vroeg een keer. Ik geef je 100 euro extra als je een vies onderbroek erbij doet. Oh, dat heb ik ook gehad via een Marktplaats met hakken, of ik eerst mee door de blubber wilde lopen. Ik heb het gedaan. Oh. Ik dacht, ja, ik vond het zonde van mijn hakken. Nee, maar ja, een onderbroek? ja kers? en en heb je nog wil, kwam diegene terug voor nieuwe onderbroek nee het dus was niet het was eenmalig <laughs> nou, is het nee maar zij wil je het eerst een paar dagen dragen en dan ik dacht ja hoor kan mij het schelen en, ja. en ben je dan niet bang dat je, dat je een vieze onderbroek stuurt ja dat is natuurlijk ja, maar dat een was het idee en gaat hij dan op sabbelen nou, dat weet ik niet dat heb ik niet gevraagd ik ga dit weet je wat ik ga doen nou ik ga een keer mijn onderbroeken verkopen Online voor een aflevering. De maar eerste moet ik, keer wat, zal, ondergoed... ik, zal ik dan voeten verkopen of zo? Ja, dan gaan, we gewoon, ver... gaan we gewoon in deze industrie voor een ja, keertje. Okay. Ja. Oké. Ja. Dat vind ik wel. Oké, okay, dat wordt een andere aflevering. Maar dat <laughs> lichaamsdelen verkopen ja. op foto's. Ja. Of zo. Ja. Of een olifant? Ik ga nog wel even nadenken. Een olifant of zo. Ik, uh, maar in ieder geval, we gaan het nu over social media hebben voordat Is we helemaal... ook een andere soort social media. Maar we doen nu specifiek soort community vrienden social media. Toch? Ja, precies. Ken Weet het, je nog? Uh, uh, huh? kennissen, zakelijk, ja. social media, oh. LinkedIn. Ja, nee, we gaan het over alles hebben. Weet je jouw eerste nog? Wat was jouw eerste social media ervaring? Mijn eerste was PartyPeeps2000. Wat is dat? Ja, dit... PP2G.com. Ja, was een, was, het begon in 2001. Uh, 1 oktober 2001, ik heb het even opgezocht. Uh, als een, uh, een community-pagina voor, voor allemaal urban feestjes, RB, reggae. En daar kon je allemaal feesten op vinden en ook de foto's op terugvinden, zeg maar. En daar kon je ook een account op aanmaken. Maar dat groeide echt uit hmm. naar, naar, geloof ik, t, 2 miljoen bezoekers per maand op een gegeven moment. Dus echt, dus echt een hele grote. T, t, bijna de grootste community-site van Nederland, gewoon was dat. Ja. Nou, ik wist dat niet. Het was ook heel binair, want als je een mannenprofiel aanmaakt, was je pagina blauw. En als je een vrouwenprofiel aanmaakt, was het helemaal roze. Maar dit doet mij denken aan Super Dudes en sugarbabes. Ja, nou ja. Dat, dat was, stond ook. Dat stond ook, ja. Partytent heb je ook nog gehad. CO2. Oh. Dat was allemaal in de periode 2003, 2002 zoiets. Toen had ik ook social media. Ja, wat, wat media. En wat voor social media had jij? Het heette Vampire Freaks. <laughs> En het en wat, logo ja. was ook een soort van die bloeddorstige rode ogen met een soort ja, spinnenweb door hem heen ja. en vampierenvleugels en een... Bad, hoe heet dat nou? Een Viermuis. Uh, ja, en nou ja, dat, dat was allemaal zo, en dan zo van die Gothic letters, en er zat dus alleen maar uh, ja Metalheads. Nou, niet eigenlijk nog niet eens echt heel erg Metalheads, veel meer Cyber Gods. Dus die hebben dan van die plateauzolen. van die ja echt helemaal ja. Het was gewoon ja, was gewoon echt heel duister. Ik moet je meteen denken aan van die gestreepte maar zoals zo. Zwart, ja, ook wit. wel. Ja, en de accounts kant heet, alles, alles kant. Mm, ja, of juist heel industrieel. dus heel erg alsof je uit een soort alsof je door een alien bent aangekleed. Ja, cyber goth. Je moet het maar eens googelen. Dat, okay. zelf... dat is zo. Heb je een alien? Oké. Okay. Ik denk dat het zelfs wel onze voorloper was van de Scene Kids en de Emo misschien. Ik denk ja, dat. dat denk ik wel. Ja. Dat ging daar wel heen. Maar er zaten ook wel echte gothics die meer een beetje dat Victoriaanse opgingen. Dat ja, precies. Dat meer... is alles kant. Ja, ja. 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 ja maar ja, wat en... deed je daar dan op? Of moest je, moest je foto's erop zetten of tekst of updates? Nou, het krabbelen. Was eigenlijk, wat is de... eigenlijk was het. Als ik. Als ik echt kijk naar wat daar gebeurde, was dat eigenlijk veel meer zoals Instagram nu is. Het ging heel vaak over muziek. Maar eigenlijk waren we vooral hele mooie foto's van onszelf aan het maken. Um, omdat we er natuurlijk allemaal zo hysterisch uitzagen. En dat was, het was gewoon echt een etalage van, van ja, de kleren die je droeg, hoe je haar zat. Het was, ja, het was eigenlijk best wel nog in die vorm een soort selfie-creatief of zo. Had jij toen nog een camera op je telefoon? Weet je nog wat voor telefoon je toen nee, had? Nee, ik had toen geen camera op mijn telefoon. Ik had toen gewoon een foto toestel. Oh, waar ja. Ja, 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 gewoon zo'n. Uh, ja, en de accountnamen waren ook altijd, ik, ik heette volgens mij Jericho, dat, was, dat kwam van Was of Jericho, dat is een band, maar um, iemand anders heette bijvoorbeeld Bloody Tempen. en zo, dat ja. waren allemaal een beetje de namen. Een beetje anti, anti zeg maar. Allemaal heel ja. erg uh, vies, bloed, ja. ja. En, oké, okay. maar en wa, wa, was het dan mensen uit je omgeving of was jij de enige op school of hoe, wat, is, wat is een beetje de, nou, de status van dit? het was internationaal platform. En er zaten dan drie mensen van, vanuit mijn school op, of zo. En dan zagen oh, ook ja. alleen maar de gothics. Ja, ja. ja wat bij mij Parkplus was, dus heel groot. En je, had dan, je moest een soort hoofdprofielfoto doen. Dan daaronder had je een soort tekststatus. En dan daaronder ook je soort ja, gegevens, je verjaardag of zo, weet ik veel. En dan had je dus ook een top 6 vriendenlijst. Nou, dan kon je dus mensen in en uitsturen. En daarna was heel in relaties met oh. wie je in relaties was, op waar je viel. En daaronder had je dus een pagina. Dus was het in mijn geval blauw. En die moest je dus, kon je glitterblijken zo doen, maar die moest je helemaal programmeren met code. Oh, dus ja. het was niet van, hallo, het was helemaal deze code kleur, hashtag openen, bold. Deze te, helemaal ja. dingen opzoeken, was ik uren, honderd jaar HTML. mee bezig. Om, ja, en we gingen dus feestjes via dat opzoeken. Dus ik ging ook uit, ging erop zoeken. Oh, binnenkort is tien. Oh teenage billionaires of zo in de Ministry of Sound in Amsterdam. Je ja, hebt nu een keer die Ministry of Sound. Maar en ik weet nog dat ik daar binnenkwam met een vriendin van mij, Laila. En um, ik weet nog dat wij, wij waren de enige witte mensen op dit feest. En wij waren 16 of 15 of zo. En iedereen was echt 27. We waren gewoon. Dit was helemaal niet een feest waar wij moesten <laughs> zijn. Maar dit was part Dus dan gingen we daar gewoon. Oh, teenage billionaires. Dus gingen <laughs> ging we daar gewoon het stappen. Maar teenage en dan 27. Ja, en dat was gewoon. En toen de was titel. de marketing ook nog niet nee, zo. Was nee. niet zo. Ja. En we gingen ook heel vaak naar de powerzone in Amsterdam-West. En ik weet ook nog dat, dat zijn moeder altijd, ja, je moet dan wel een uur van tevoren gewoon naar huis gaan of zo. Want op het eind waren er ook altijd schietpartijen of zo. Gewoon <laughs> <laughs> lekker urban. Leuk! Leuk, maar de, ja, social media. En ja, dus part En daarna ging ik over naar Hives wel, krabbelen lekker. Ja, huis vond ik een beetje druk, raar. Daar heb ik wel even gehad, maar daar was ik echt niet actief op. Maar op school was dat niet een ding? Of jij deed het gewoon? Nee, niet? Nee, ja. Ik zat natuurlijk weer op zo'n heel andere school, waar allemaal. <laughs> ja, ik een vrije school. En toen heb ik dat ook even middelbare school gedaan. En wij schreven nog in vriendenboekjes. En, oh ja. Ja, we liepen allemaal achter. Je ja, kon dus ook groepen aanmaken op highs. Dus je kon gewoon een. een, een weet ik, ik ben fan van een plant, of uh, we zijn samen. We er was dus ook een Marco Dreyer fan high nou, met terugwerkende kracht was ik heel graag lid geweest. Ja, dit was dus, ik speelde toen nog in musicals, landelijk zeg maar. Ja. En dan waren er dus mensen die ook voor mij naar voorstelling kwamen. Hij speelde Bever, hè, lieve mensen? Bever, ik Nee, ik heb die... nooit Bever. Ik heb dit één keer bij Sinterklaas oh. in Toegedaan. Daar um, gaan we het verder niet elfje... over hebben. Maar ik heb. Dit... Narnia de Musical was dit inderdaad. Ja, maar je speelde toch gewoon ook. Konijn, iets van... ben ik geweest. Konijn, daarvoor. Trol, dit soort... Als de, de Toogmaat en de Os. Maar er waren dus mensen die <laughs> voor mij. Die voor mij naar musical. die met mij op de foto wilde ik was musical Maar ik was wel altijd ergens boom. Boom, gras. Zeven. <laughs> maar had wel zijn fanhuis. Ja, fanhuis. Maar met 23 mensen of zo. Misschien is het leuk om nog eens een keer een fanclubdag rondom jou te ja, organiseren. Ja, of ze nog komen. Ja, en dan iedereen bekleed <laughs> als een van de fantastisch glansrijke rollen die hij gespeeld heeft. Kom jij ook als boom? <laughs> Goed, ik heb ook gespeeld in Boomfeestdag de muziek. Boomfeestdag de muziek. <laughs> Wel voor Koningmetriks optreden, dus heel serieus. Ja, het was een eenmalige, omdat het Boomfeestdag was. Dat bestaat. Ja, um, we gaan nu helemaal, we draaien helemaal af. Ja. Social media, highs. Um, nou ja, maar als mensen het nu nog voor het eerst ja. willen gaan doen, dan zitten we. Want alles wat we het net over ja, hadden. dat bestaat, niet, bestaat meer. niet meer. Vampire's Free, nee. tenminste, daar ga ik vanuit uit. We, welke, stel je voor dat we. Nemen een hypothetisch. E nee, er beginnen natuurlijk elke dag mensen nieuw met social media. Allemaal jonge mensen. Ja, of ze verwijderen het en ze gaan ja. weer terug. Welk social media platform zou jij aanraden om op te beginnen? Ja, dan zou ik zeggen: wil je het Persoonlijk of wil je dus wil je privé account of wil je een werk account? Ga je het professioneel toepassen? Maar ik vind Instagram zelf het leukst. Ik vind Instagram ook het leukst omdat het visueel is en ik wel heel visueel ben. En ik daar de meeste mogelijkheden zie of zo. Ja, zeker. Want ik vind, ja, Facebook is echt wel een beetje uitgestorven toch? Nou, maar daar is het ongezellig, lieve mensen. <laughs> Ik zit op Facebook, ik heb dus geen Facebook-account. Ik heb een schaduw-account op Facebook, zodat ik de groep lekker creatief geweest met Action, Big Bazaar en andere dingen. Ja, maar groepen winkels. zijn leuk op Facebook. Ja, ja. Dan gaan ze dus dingen knutselen op je ja. Vensterbank? Groepen zijn helemaal leuk, echt heel lelijk. En voor de rest zit iedereen alleen maar ja. racistische, ja. xenofobische, antisemitische, ja. homofobische, nare epistels de wereld in te zenden. Het enige wat ik dus nog doe af en toe op Facebook, soms denk ik, ah, oh, het is mijn leven kut. En dan ga ik naar Facebook en dan zie ik allemaal mensen van mijn middelbare school. En die hebben oprecht gewoon waarvan ik, een leven waarvan ik denk, dat wil ik helemaal niet. En dan kijk ik daar drie minuten naar en denk ik, ah, oh, wat is mijn leven toch leuk. Ik denk dat zij dat ook bij jou... Doen. Dan dat was denk waarschijnlijk. Ik, kijk, hier speelde die bever. Hier ja, dat is een boom. Ja, boom. Gras. <laughs> Gelukkig hebben we de carrière ja. van Marco niet. <laughs> nee, maar, maar fijn dat het zo wederzijds is dan. Maar dat is, ja. dat is waar. Maar verder is het inderdaad... Maar groepen zijn leuk op Facebook. Ja, maar ja. Instagram is wel... En, en ik vind ook wel... Instagram, er zitten gewoon veel gebruikers... waar je het ook leuk vindt om naar te kijken. Ja. Yeah. En ik vind het op Instagram leuker dat je mensen makkelijker kan volgen. Dus je zegt zo: oh, ik vind je leuk, ik volg yeah. je. En je denk nee. Dan, bij Facebook is het vriendenverzoek dan moet iemand dat accepteren. Dat is meteen een heel ding. Ja, nee. Yeah. En Facebook werd natuurlijk op een gegeven moment allemaal spelletjes. Iedereen een of andere boeren graan ergens aan het oogsten of zo Dan spel. Ik dacht, oh, wat is, yeah. was iedereen van alles of aan aan doen? Dat ik, dacht, nou, dit is helemaal niet meer waar over, Ik wil gewoon leuk. Als je op reis bent, een prachtige foto's zien. Instagram, zeg Instagram. Maar yeah. weet je wel? Ik wil gewoon of als je een leuk artikel schrijft omdat je een mening hebt of zo. Dat je denkt, oh, een beetje leuke interactie. Maar uh, verder... Als je een leuke mening hebt. Nou ja, Alleen een... als je een prikkelen... leuke mening hebt. Ja. <laughs> ja. <laughs> Prikkelende mening of iets waar ik iets... Maar niet... Ja, nu is het echt één galput van ellende. Net ja. als Twitter, volgens mij. Ja, Twitter ben ik echt bang voor. Ja, ik ook. Ja. Twitter zou ik echt niemand willen aanraden. Vanuit mijn eigen... Ik... Nee, helemaal ellende. Lijkt me dat. Twitter... Wij gebruiken natuurlijk onze Instagram of onze social media ook nog best wel op een professionele manier. Uh, nou ja, als je, het is bijna letterlijk mijn werk. Ja, precies. Ja. Maar we posten ook nog steeds persoonlijke dingen. Dus we ja. hebben alle twee best wel veel volgers en dan posten dan dingen. Ja. En dat is zowel persoonlijk als zakelijk. Um, hoe ja, zou je dat aanraden om het zo te doen? Iedereen die nu luistert. Nou, je moet daar heel bewust van zijn wat je post. Want ik wat bijvoorbeeld ik, mijn datingleven bestaat niet op Instagram. Als ik dat ook aan mensen vertel, hé, hey, ja, je ziet bij bijvoorbeeld nooit daten op Instagram, nooit gedaan ook. Ik heb dus ik één dat één keer gedaan. Ik heb dus één keer een, een, een liefdesrelatie gedeeld. En toen ging het uit. Ze gingen allemaal hyena's in zijn DM sliden met. Uh, oh ja, wil je nu met mij koffie drinken? Ik ga het ook nooit meer doen. Nee, dus, dat is, dus je moet heel bewust zijn van wat je deelt, zeg maar. Kijk, ik heb bijvoorbeeld laatst. Mijn opa gaat momenteel niet zo goed. Dus heb ik wel gedeeld omdat ik dat ook... Dat is voor mij even een stukje van... Hè? Gewoon delen met vrienden. Eigenlijk voelt het gewoon zo. Maar ik ga niet dat hele proces... De hele, weet je wel, de hele tijd zo... Hey, en nu dit, dit, dus dat is... Maar het is voor iedereen anders. Dus je kan best... Persoonlijk, ik denk dat, men, dat is ook een manier... Waardoor mensen met je kunnen connecten. Weet je wel, als ik alleen maar elke dag in een nieuw museum loop... Denken mensen op een gegeven moment ook... Ja, wie, wie is dit eigenlijk of zo? Ja. Ik bedoel, ze willen ook wel een beetje... Je... Maar ik vind het ook leuk om te delen wel. Ja, dat merk ik ook wel. Mensen vinden het leuk om een tip van mij aan te nemen omdat ik hem geef. Ja. Ja, en als... als uh... Want anders word je een soort galerie bijna. Ja, en dan weten mensen ook... Ik vind het ook leuk om mijn eigen mening te delen. Want ik kijk er weer op een andere manier naar dan iemand anders. En dan kan het ook je perspectief verbreden. Dat, dat is zeker wel waar, ja. Absoluut. Ja. Ja, en... Als je dan wat ja, ik vind het als we dit onderwerp zo bespreken, dan merk ik dat ik toch al heel snel een kant op van oké. Okay, we gaan de eerste social de eerste keer social media een beetje benaderen alsof je potentieel je werken van wil maken, maar ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nee, de grootste gros van de mensen wil gewoon leuke foto's van hun leven delen. Ja, maar ik vind ook wel als je dus op Instagram gaat, kijk dat er heel veel mensen zijn die die het graag professioneel doen of als een werk of dat heel serieus nemen. Dat wil niet zeggen dat iedereen die standaard hoeft. Na te leven. Nee, maar merk... Als jij blurry foto's van je lasagne om half uur ja. s'nachts wil plaatsen. Ja, maar ik merk dat ook mensen die gewoon een privéaccount hebben, toch heel erg nadenken over hun feed. Is het een mooie foto? Het is niet zoals dat ik vroeger op Vampire Freaks een foto postte van uh, inderdaad dat ik ergens in een park zat te chillen zonder enige context. Iedereen doet in zekere mate wel steeds meer een storytelling, mm -hmm. cu cureren. Ja, het is toch iedereen doet het best wel serieus, ook als het gewoon een privéaccount account. Ja. Nee, ja, eens. Ja, dus ik denk wel dat... dat ja, misschien nemen we af en toe een beetje een zakelijke afslag. Maar uiteindelijk is social media voor iedereen... een bepaalde vorm van montage van diens leven. Nou, ik volg ook wel sommige kunstenaars of makers... die hun Instagram meer als een soort kunstproject zien. Dat vind ik ook altijd wel interessant of intrigerend om te zien. Want dan is het een hele andere... Invalshoek of zo. Die, die ook echt meer gaan sleutelen met één foto over drie posts of zo. Zodat meer de feed niet los. Eigenlijk klopt het dan nooit. Maar als je gewoon mooi kijkt, is het meer een soort één groot kunstwerk. Soms vind ik dat ook interessant te zien. Ja. Dus het, ja, het is echt net hoe je het erin. Uh... Je mag het ook eigenlijk best wel zelf weten. Want als ik, ik heb op Instagram even gevraagd waar mensen tegenaan liepen. Dus wat vind je spannend of wat vind je een obstakel? Nou, heel veel mensen zeggen, ik ben bang dat ik niet leuk of goed genoeg ben. Ja, voor wie? Ja, de, ja, ik denk altijd als ik, als ik iets post, denk ik. Vind ik dit leuk als ik niet ik was? Dus ik ben mijn eigen. Dat vind Ik Heel meta, wacht even. Vind ik dit, vind ik mijn post leuk. als ik niet Minion was? Zeg ja, maar. Dus ik ben wel gewoon iemand die net ja. niet helemaal ik is. En dan, en ja. daar post ik dus. Stel ik post... je voor, je bent Connie Breukhoven. Vind ik dan de post van mignon Nusseling? Nee, leuk? ik post. Oh. Ik denk altijd. een an Oké, okay. ik splits me nu op. Ja, maar dat zit niet Conny 80% over. van mij over. Oké. Okay. Nee, iemand die op 80% op mij lijkt. Oké, okay, ja. Ja. Dat is niet Conny Breuk. <laughs> ik wil het even heel duidelijk hebben. Ik volg Connie over met veel plezier. Nee, ja, daar wil ik ook wel... heen. er zijn sommige mensen die wil ik wel tippen. Ja, maar ik, ma ik maak mijn content niet voor Conny Breukhoven. Nee. Want dan zou ik wel iets anders aantrekken. <laughs> dat panterpak zonder kruis. Bijvoorbeeld, ja. <laughs> <laughs> Misschien heeft ze het toch gekocht. Zie ik dat is Ja. hartstikke... Nee, dus dat ik denk, ik denk altijd gewoon, je moet jezelf vooral heel leuk vinden. Ja. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Check, Bij mij werkt het heel goed. Ik vind mezelf heel leuk. Ja. Nee, je, nee ja. je moet jezelf wat je post heel leuk vinden. Nee, maar brugje naar... Ik, het kan, social media kan je echt heel veel brengen. Denk wat ik. heeft het jou gebracht? Nou, voor mij bijvoorbeeld, body positivity is voor mij, die hele movement ben ik gaan volgen, omdat ik die mensen ben gaan volgen op Instagram die daar heel veel over praten. En toen dacht ik ook zelf, waar zijn de mannen in dit? En die waren er gewoon niet. Dus toen ben ik daar zelf over gaan praten. Maar dat heeft voor mijn eigen eigenwaarde waarde heel veel gedaan. Ja. Ja, en ik ben zelf niet zo makkelijk in het maken van vriendschappen of sluiten van vriendschappen in het echte leven. En aan social media vind ik het wel handig dat je al best wel weet waar iemand een beetje zit qua ethiek, wat iemand leuk vindt qua hobby's, waar je over kan praten. Dus op het moment dat je dan op vriendschapsdate gaat of je, of je leert elkaar kennen via. Uh, in het echt via social media, zoals wij elkaar eigenlijk wij ook kennen. Wij zijn een social media vriendschap. Wij zijn een social media vriendschap, ja. Um, dan heb je al wat onderwerpen om over te spreken. Dus ik vind echt, er zit, heel vaak worden de negatieve kanten belicht. Maar als je zorgvuldiger mee omgaat, dan is het echt zo'n fijn middel ook wel. Zeker. Maar dat is ook wel de, je moet de gevaren kennen. En dan kan je daar prima doorheen manoeuvreren volgens ja, mij. Ja, want ik hou bijvoorbeeld wel echt mijn adresgeheim. Mijn kvk ja. staat ergens anders ingeschreven. Dus ik ben zeker daar ook wel echt mee bezig. Um, ik deel ook nooit waar ik allemaal man ben. Dus vaak maar als ik al weg ben of zo. Dus dat zijn wel dingen waar ik rekening mee ja. ben gaan houden. Toen het een beetje grimmig werd op een gegeven moment. Omdat ik mijn mening deelde over ja. zaken waar niet iedereen het mee eens was. Ja. Ik doe dat wel, maar ik ben daar dus wel heel bewust van. Dat ik dat wat ik doe. Ja, dus maar. wel dat je op het moment zelf ja. laat zien waar je bent. Ja. ja, maar dat is ook meer. Ik best wel loving community. Dus ik, ja. heb nog niet, ik ben niet heel pittig volgens mij op Instagram. Ik ook niet meer. Eerst was het veel, uh, veel meer. Ja. Veel feministischer. Ja. Ja, wat, en social media, wat, we, we hebben het nu heel veel over Instagram. Ben jij ooit een Snapchatter geweest? Nee. Ja, ik was dus. Dus op... voor sexting? Nee, ja, dat, nou, ik was dus op een gegeven moment best wel groot op Snapchat, omdat ik daar dus allemaal douche lip ging doen. Ja, dit, <laughs> dit, dit flirt toch met sexting? Ja, dat dit was ook gewoon, ik naakt onder een douche die allemaal nummers ging lip sync en echt, echt, ja. Oké, okay, Marco, ik hou van je, maar vergeef mijn brutaliteit. Wie de fuck kijkt hier naar? <laughs> Nou, de hele Amsterdamse gay scene. Dus blijf oh wel. ja, dus het da -da, grenzen da -da, toch da -da, met sexting? Da -da, da -da, maar dan gewoon het show. En dan ging gewoon allemaal Beyoncé Musical Numbers onder de douche. Ja, het was helemaal hip and happening. Echt mensen die in de kroeg naar me toe kwamen als ik bijvoorbeeld weer twee weken niet had gedaan. Wanneer ga je nou weer eens even onder die douche een lipsing doen? Ja. <laughs> <laughs> ik heb zoveel bewogen carrière achter de rug eigenlijk. Een boomfeest de act ik heb ook LinkedIn daar doe ik nooit op oh ja het. LinkedIn nee? nee nee maar jij zit krijg... natuurlijk ook niet in een jawel eigenlijk zou ik het wel moeten doen ik krijg ook heel veel aanbevelingen iedereen vindt me te gek en die accepteer ik allemaal nooit ik moet daar wel een keer ik moet daar een keer een cursus voor doen ja maar is, is het in de kunst zien ja ik vind het een vrij daar gebeurt er ook gewoon niet zo heel veel nou het is natuurlijk wel ik, ik, maak dan, ik werk als beeldend kunstenaar maar ik word ook ingehuurd door bijvoorbeeld gemeentes en die delen dan weer projecten waar ik bij zat dus in principe is, valt er genoeg te delen maar ja. Ja, ik, ja. Ik, moet even, ik was laatst bij uh, het Delft Fringe Festival, uh, een makersfestival in Delft, waar allemaal verschillende theatermakers allemaal op verschillende locaties uh, gaan optreden. En toen was ik in de molen naar een, een stand-up uh, uh, stuk, een cabaretvoorstelling van Joni De Vos. En zij werkte op de Zuidas. En zij is nu cabaretier. En zij vertelde dus over LinkedIn. Ze zegt: Ja, op LinkedIn, dat is net Lord of the Rings. Alles is een quest voor iedereen. Alles is een avontuur. Als ze een nieuwe baan hebben, is het. Yeah. Ik ga een nieuw avontuur aan om een nieuwe doelen te hebben. Well ze en een nieuwe baan is gewoon een nieuwe plek waar je andere e-mails gaat sturen. Wat lul je nou? En ook iedereen, ze zegt ook: iedereen's Instagram of iedereen's LinkedIn is alsof iedereen's moeder dat heeft lopen invullen ja geweldige ja, zo over ja niemand terwijl, terwijl ja het is je werkt gewoon op een andere plek drie deuren verder waar je zit te mailen ik ga gewoon wat, even doen normaal wat, doen met je bek ja wat ja <laughs> dat is toch zo ja linkedin ja, wat maar, voor wat, kijk, wat voor titel zou jij op linkedin dan wat voor wat voor wat voor functie heb jij dan daar wat zou jij invullen ik heb daar een functie beeldend kunstenaar Cultuureducator. Dan was het volgens ja, mij. Ja, ik weet, ik, ik zou het nu niet zo inzetten, maar ik weet wel dat ik met andere freelancers hierover heb gesproken. Wat het beste is om daar dan helemaal zo. Want dan, je hebt natuurlijk dan weer maximaal 30 karakters of zo, wat ik wil. En dan. Wat doe ik allemaal? Dat moet dan je hele leven in die dertig karakters. Je ja. Psychologisch gezien vind ik het eigenlijk wel schattig. Ik bedoel, we zijn zo gewend om ons onzeker te voelen. En dit is dan een plek waar iedereen gewoon schaamteloos over zichzelf opschept. Ja, dit is mijn. mijn ik was een sollicitatie, ja, sollicitatiebrief, CV helemaal. Je moet elkaar dan ook. Uh, ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik ben heel goed in marketing. En dan kan jij dat accrediteren. Ja, dat is echt heel goed in marketing. Ja, ik ja vind... maar er komt ook inflatie daardoor. Wat is dan nog. Wat ja. is dan nog goed? Hoe kun je dan nog eerlijk beoordelen of iemand er wel of niet ja, echt dan goed in En is? moet iemand anders eens bedenken. Is Mignon een goede bron die kan zeggen of Marco goed in marketing ja of neemt? Ik kan natuurlijk ook aan mijn moeder vragen of zij dat wil ja. onderschrijven. Ja, en ben jij de laatste gevreesde TikToker? Hij <laughs> <laughs> moet het, toch, moet het even allemaal behandelen. Ik kom natuurlijk van Musically. Ja, nee, TikTok, uh, daar ga ik compleet over prikkeld van. Ja, je staat niet te. Te, te dansen, nee. en te, dingen aan te wijzen. Nee, dat, dat aanwijzen... Oké, okay, <laughs> laat me één ding vertellen. Lieve mensen, je hoeft niet overal aan mee te doen. Ben jij een professional in bijvoorbeeld beleggen, dan is het echt niet nodig. Of jurist, ik zal geen namen noemen. Het is echt niet nodig om dan... Op een gz-nummer dingen aan te wijzen. Lieve mensen, je hebt gestudeerd. Je hebt een bachelor, een master. Wellicht ben je gepromoveerd. Het is echt niet nodig. Echt niet nodig. Ik herhaal echt niet nodig om op Britney Spears dingen aan te wijzen die makkelijker gegoogeld zijn dan dat het duurt om 30 seconden die klote TikTok te kijken. Je komt ontzettend onnozel over. Dit is een affirmatie, die kan je gewoon een paar keer terugspoelen. Als je ooit zin hebt om op TikTok te gaan, dan spoel je dit terug. zie je echt allemaal van de juristen, allemaal regels. Lieve jurist, doe je het toch? Dan kom ik je opzoeken in je nachtmerrie en snij ik heel je strot door. Nee, maar ik ben het echt zat. Want ik, ik, kan het, ik ga dat niet kijken. Ze nemen mij niet serieus. Zij denken dat ik ju juridische zaken niet begrijp. Tenzij ze het gaan aanwijzen op een dansje. Ik heb het makkelijker gegoogeld. Nee, maar ik, kom, ik, ben, ik heb sneller... Ik denk dat het makkelijker is om rechten te studeren... dan door deze exorbitante hoeveelheid TikToks te worstelen. Oh god. Okay. Zit jij op TikTok? Ja. Wijs je daar dingen aan? Nee, ik post eigenlijk diezelfde kledingdingetjes... die ik ook op Instagram post. En dan heb ik opeens kleren aan of uit. Oh ja. Pff, dat is ook heel leuk. Ja, nee, maar verder wijs ik... Ik wijs dus geen dingen aan. Nee. nee. Um, ja, ja tik. Nee, volgens mij. Wat, zijn, er, zijn er nog social media's die je mist? Dat je denkt. Goh. In de toekomst zou ik echt een social media, het zou zo moeten zijn. Nou, ik heb uh, vorige week Moi geïnstalleerd. Dat is dus een, um, een app waarmee je uh, tips kunt geven. En dat vind ik dus echt heel leuk. Dus. Maar wat voor locaties of echt in het levenstips? Uh, alles. Vooral, uh, uh, vooral zeg maar trage media. Dus uh, ja, dat klinkt een beetje slecht, maar. Nee, kranten en zo bedoel. Je? Uh, kranten, artikelen, ja, films, ja, websites, tentoonstellingen. Um, en ik ben bijvoorbeeld eigenlijk heimelijk verliefd op, uh, nou heel veel mensen, maar bijvoorbeeld Marcel van Roosmalen. Alles wat hij aan Tips geven, ik best wel waardevol, dus dan volg ik hem. En als hij dan weer een tip heeft geüpload, dan denk ik: Oh ja, dat is een krantenartikel of een CD, die zou ik wel eens willen luisteren. En Zo volg ik een aantal mensen, bijvoorbeeld diegene die de Havermelk Elite schrijft, dat is echt de allerleukste nieuwsbrief van Nederland. Oh, en hij ook weer: uh... Ja, dat is nou ja, vraag je dit. de Havermelk Elite Guy ja, en ja. die Havermelk Elite Guy, heeft bijvoorbeeld ook een mooie account Ja, die geeft alleen maar goede tips, dat is gewoon zo leuk. Ja, maar het is natuurlijk gewoon journalist, zijn, eigenlijk. Ja Cijfer, zeker, maar dan, heb je, dan kan je gewoon naar zijn account en je kan dus ook zoeken op bijvoorbeeld ik zoek een nieuwe podcast en dan ja. zie je wie het heeft getipt. Ja, maar dit gaat binnenkort helemaal overgenomen worden door coaches denk ik. Ik vind echt zo'n coachingsplatform die allemaal hun eigen e ja, white papers... Ja, dat is wel waar. Maar tippen. ik heb wel bijvoorbeeld dat ik het leuk vind. Ik heb bijvoorbeeld op Instagram dat heel veel mensen mij vragen van oh, welke films had ook er weer of welk tijdschrift of wat dan ook. En nu kan ik het allemaal verzamelen. Ja, kan je dat en... makkelijk terugvinden dan daar ja ik vind het echt wel een ik vind Moïe. het een hele leuke app m o, -I ja, m -O h i volgens mij mooi 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 wat mooi mooi <laughs> ja dat is een te naar bedacht denk ik okay. um, hebben we nog uh, angsten dingen die we moeten wegnemen? nou meenemen? ja ik, heb, ik ben helemaal zo wat helemaal ga over bij, TikTok wat je, ja, jij heet mich, mich Nones, ja op Instagram ja michnon nusteling denk ja ik dat snapt nooit iemand nee ben ik ben ook pas laatst dacht ik dat <laughs> opeens. dacht ik oh ben ik heb eens een Tiffany maar wat zou je mensen aan? Doen? Moet je gewoon je voor een achternaam doen of moet je ja, lievertje ja. 96 underscore? Nou ja, ik denk dat als je als je semi-professioneel wil gebruiken en je voor een achternaam is op enige manier nog uh, te krijgen, ja. dan zou ik het doen. Ik heet volgens mij op Twitter ook Mionnes en ik heet volgens mij ik heet eigenlijk overal waar het Kon. Mionnes. Spotify. Ja. Mionnes. Mijn podcast. Heet, ik heb nog een podcast over de dood van mijn vader, nog een die podcast. heet. Sorry. Je nog een podcast? Nou, ik heb een podcast. Ja, maar dat is meer een soort audioboek. Ja, en dat ga gaat over de sociaal ongemakkelijkheden van toen mijn vader overleed. En dat is gewoon af. Dus die, die, dat is gewoon eigenlijk ook ja. een soort luisterboek of zo. Die staat ja. op Spotify. Ja. Nou, ik heb okay. eigenlijk best wel veel angsten en dingen doorgekregen. Ja. Nou, laten we ja. nog een paar we wegnemen. Dat je exen meekijken. Maar nou, ja, dat is blokkeren. Oh ja, nou, ik heb echt best gezellige exen, dus die mogen meekijken. Nee, sowieso blokkeren als je dat niet prettig vindt. Ja, en als ze met spookaccounts, dan weet je het toch niet. Dus... Watch me shine. Kijk hoe ontzettend ja. leuk ik het heb. Ja, ja, ja. moet je lekker zelf weten. Kijk, tijd en aan. weet je, ik moet ook eerlijk zeggen, als mensen je anoniem gaan stalken met een spookaccount, wie is er dan helemaal de weg kwijt? Niet jij omdat je allemaal leuke dingen van je leven post, nee. maar zij omdat ze hier de tijd ja, hebben. Ja, precies. Gewoon dus... laten gaan. Weg, weg, weg mediteren. Dus, en uh, wat nog meer? Um, er zijn heel veel mensen die stoeien met wanneer ben ik kwetsbaar. Um, en wanneer deel ik te veel... Dus aan de ene kant willen ze niet alleen maar leuke dingen posten. Ze willen ook kwetsbaar zijn. Maar wanneer wordt het gezeik of wanneer wordt het, wordt het, wordt het, wordt het champagne problemen? Nou ja, check, check zelf altijd je mental health als je op social media zit. Want ik merk echt wel dat sommige dingen gewoon wat zwaar. Ik heb nee, dat project weer, dat, dat meen je niet-project. Ging ik echt actief naar online haatreacties. Nou, dat is mega intens. Ja. Dus dat drie uur op doen, kon ik daarna de rest van de dag gewoon onder een dekje gaan zitten huilen. Dus check gewoon altijd bij jezelf in je mental health hoe je je voelt bij dingen. Je hoeft niks te delen, je mag al dingen delen. Je kan iedereen muten ook? Ja, geef disclaimers bij dingen. Hey, ik deel dit omdat... dat. Mm -hmm. ja. ja, mensen zijn ook bang. Kreeg ik binnen dat ze irritant gevonden worden. Nou, ik kan jou vertellen, ik word door heel veel mensen irritant geworden. Ja, maak ik... er tegeltjes van. Precies, maar ik zit hier wel lekker een podcast op te nemen en ik mag ook wel eens lekker ergens gratis uit eten of in een hotel slapen. Ja, dus dat doe gewoon jezelf. Mensen gaan je altijd, of je dat nou op social media of vindt echt te leven. Ja, ja, je bent gewoon niet, niet iedereen is iedereen's type. Nee. Dat ja. Nee. Moet je, en, dat moet je echt loslaten. E echt, je kan niet iedereen pleasen. Ik wil je nu ook geen paniekaanval aanpraten, maar er wordt overal over jou geluld. Op ja. je werk, ja. uh, in je familie, uh, op het moment dat je je kont keert in de supermarkt. Dus ja. het, het, is het gewoon. in dat opzicht is het een verlengstuk van het leven. Ja, who cares? Ja. Laat ze lekker staan, Ja, precies. Ja. Nog andere... Ja, verkeerd begrepen worden, maar ik denk dat je gewoon... Maar ja, kijk, als iemand jou verkeerd begrijpt, jij zegt bijvoorbeeld, uh, goh, dit is echt een gele pen, het is geen gele pen, of iemand denkt, bedoel je dan rood? Kan je daarna zeggen, nee, ik bedoel het toch echt geel? Dan leg je het toch nog even een keer uit of zo? Maar ja. dat moet je wel bij je komen natuurlijk. Ik denk wel dat als je dingen schrijft en je wil echt wat meer zenden dan alleen een foto dat je een biertje zit te drinken op een terras, dat je wel ook moet lezen hoe de ander het eventueel interpreteert, misschien kun je het ook wel door iemand anders laten proeflezen. Als je echt denkt van oh dit ja. is een precair onderwerp of zo, ja. Ja, ja gewoon ja wat meer copyright dan ja. echt. Kutopmerkingen kun je gewoon verwijderen, niet meer zitten. Ja. Gewoon ook niet aandacht aan geven, gewoon verwijder het lekker, ja. Ja, ja je zou... kan nu volgens mij is dat bij Insta of is dat op YouTube, weet niet. Ik dacht dat je moeilijke woorden ook al kon instellen of dat Instagram die herkent gewoon niet plaatst überhaupt. Ja precies. Ja. Verslavingsgevoeligheid kwam bij mij ook veel voor. Ja, daar is het natuurlijk voor op ingericht algoritme om jou zoveel mogelijk te laten zien wat jij graag wil zien. En hoe blijf je dan de baas over je eigen verslavingsgevoeligheid? Um, je kan wekkers inzetten, op, in ieder geval op iPhone kan dat. Dus je kan bijvoorbeeld instellen: als ik een uur op Instagram heb gezeten, krijg ik een melding. En als je dan doet: oké, okay, dan gaat die app gewoon de, op een soort van. kan je wel weer openen, maar dan heb je die melding: van, hé, hey, ik heb er nu lang genoeg op gezeten. Dus dat is een goede, denk ik. Ja, ja, dat. ja, ik heb dus geen wifi thuis. Dat helpt ook. Oké. Okay. Maar daar gaan we het ook nog wel een keer over hebben. Ja, maar dan. Oké, maar. Okay, maar de, en jouw internetbundel is 100MB of zo dan? Want. ik heb een onbeperkte internetbundel. Uh, nee, ja, ik heb ook geen onbeperkte internetbundel. Nee. Ja, dat, ik kan dat voor werk niet. Ik moet onbeperkt internet hebben. Dat ik anders. Dat, ja, dat ja ik ga dan niet. in de bibliotheek zitten of zo. Uh, ja. ja. Nou, maar daar wil ik nog wel een keer weer wat meer over vertellen hoor. Want dat is best een leuke manier van leven. Ja. Maar ja, je moet het misschien wel een keer. Dit is ook wel leuk om een keer te proberen. Een keer een week zonder internet. Ja, ik denk. Ja, oké. Okay. Nou, maar. ik zie echt Marcus gezicht druipt over tafel. Ik kan nog beter kunnen zeggen, ik ga je zo met, 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 een, met een slipper in je gezicht slaan. Omdat ik zeg, ik neem een weekje. <laughs> nee, ja. De, um... Ja, hoe werkt het? Ja, samenvattendkje, denk ja. ik. Even kijken, want ja, party peeps, vampire freaks, highs, Facebook, Instagram, TikTok. Volgens mij wel een vrij groot gedeelte. Ja. Oh ja, en als mensen je ijdel vinden, dat was ook nog een angst. Ja, dat is hetzelfde als als dingen van je vinden, gewoon hoe. Yo. Ja, echt. Hoe, ja. Je bent toch ook fantastisch. Kijk naar jezelf. Ja. Laat het zien. Laat het zien. Show ja. it some more. Je gaat toch een hele lekkere slagroomtaart? Ga je ook niet achter in het magazijn zetten? Die zetten ze ook in etalage. In de etalatie. Um, Dat is social media. Wat trek je aan? Wat trek je ja of wat trek je uit? Ja, het, ja, nou ja, volg de regels van nudity op de platform waar je zit. Ja. Geen vrouwelijke tepels, wel mannelijke tepels. Ja, laat je ook niet overhalen omdat de rest het wel doet om ook iets te doen wat je niet wil. Maar nee. je mag best gewoon lekker jezelf ontplooien als je wil. Er ja. zijn geen regels, het is één groot spel. Nou ja, er zijn dus wel regels. Nee, maar, maar zeg maar... <laughs> Zeg ik net. Ja, er zijn community guidelines, maar er zijn geen regels in hoe jij je moet gedragen, nee. sociaal gezien, zeg nee. maar. Ja, en ik denk dat je, dat je het vooral leuk moet vinden. Ja, ik zie het gewoon als een soort groot plakboek. Van je ja, eigen leven. Ja, en op het moment dat je je de rot door voelt, dan mute je mensen of, of je haalt ze weg, of je legt je telefoon weg. Maar het moet wel gewoon. Het moet, je moet het gewoon een beetje gaan zien als een hobby ja. en niet als een noodzaak en Ik. Wat misschien ook nog wel een goede tip is: ik volg mensen die mij inspireren, prikkelen waar ik wat van heb. Sommige van mijn vrienden in het echt leven zijn fantastische mensen, maar van verschrikkelijke Instagrammers. Oh, ja, die, foto's ik, ja brrr. Nee, maar ook gewoon die. Dus die heb ik gewoon ontvolgd. En sommige mensen zijn ook wel best wel heftig die dan meteen de, Die hebben dan van die apps om in de gaten te houden wanneer je iemand ontvolgt. Ja, dan moet je die me dan zeggen: Hé, hey, waarom ontvolg je mij? zeg ik Luister, ik vind je heel leuk in het aardig, in het echt. En we doen borrels en gezellig. Maar op Instagram, je pringelt me niet, dus ik volg je gewoon niet. Dat, en als jij vindt dat we alleen vrienden kunnen zijn. omdat we elkaar online volgen. Nou, dan is dit sowieso geen vriendschap. Maar waarom kies je dan wel? Dat vind ik wel interessant. Waarom kies je ervoor om dan te ontvolgen en niet te muten? Ja. Omdat die knop makkelijker te vinden is voor mij. Ah, of zo. Ja. Ik doe ja. gewoon, waar moet ik? Ik ga niet muten omdat iemand anders dan niet ziet dat ik ze ontvolg. Nee, maar soms is het wel lastig of zo met familie. Ik heb letterlijk ja. familie, beste vrienden gewoon. Ik, mijn moeder, mijn broer, ik volg soms maar niemand van mijn familie. Nee, ja ik ook niet. Skiende neefjes, I don't care. Nee, maar ook be, echt beste vrienden. Sommige volg ik gewoon niet. Omdat ze gewoon denk ik, ja, je, nee. Ja, hele leuke mensen echt. Maar op Instagram, internet, in, Instagram, in alles. Gewoon niet. Nee, dus gewoon daar hard in zijn. <laughs> gewoon nee, gooi al die vrienden uit de raam. FOMO? Ja. Heb je wel eens FOMO? Hoe ga je daarmee om nog? Ja. Ik heb het dus helemaal niet gehad. Nee, nou soms wel. Maar dan weet ik, al. Oh, maar ik heb nog 74 andere evenementen deze week. Dus ja. dan vind ik het eigenlijk wel lekker dat ik dan thuis zit. Ja, is ook zo. Blij dat ik thuis zit. MOMO of zo, weet ik veel. Een ander woord. Ik ben blij dat ik thuis ja. zit. Blij. Oké. Okay, nou, um, ja, over, de, ik was zong een liedje, maar we hebben een ja, liedje liedjes. uitgezocht ook. Ja, uh, ik weet niet meer of ik je wel uitzocht. Oké, we hebben dus een playlist. Dat kan je misschien wel ja, vertellen. Ja, we hebben een playlist op Spotify. Allereerste dingen. Daar vullen we elke, elke aflevering een nieuw liedje bij. Ja, ik die was die bij, past. Past bij de aflevering. En we hebben nu gekozen, omdat wij natuurlijk zelf. Uh, nou, iedereen kent ons. We zijn natuurlijk helemaal Insta-famous. Hebben wij gekozen voor When You Wasn't Famous van the Street? Het is een heel grappig liedje over iemand die dus beroemd is. Dan wil flirten met andere beroemde vrouwen. Want dan voelt het weer alsof hij een normale man is. Waar hij moeite voor moet doen om met iemand te flirten. Ja, nou dat was deze aflevering over social media deze week. Shout-out aan alle TikTok-juristen. Zet lekker je telefoon uit. Ga naar buiten. Snuiven snuif die frisse lucht op! <laughs> en maak er een foto van. En je hoort ons weer in de volgende aflevering.